rustig voor de klas. Je keek de klas goed rond. Je betrok iedereen heel goed bij je les. Dat was heel interactief. Je was veel bezig met bewegend leren, je leerdoel. En dat deed je ook echt op een goede manier. Ik moest ook heel erg wennen zelf aan... dat niet alleen bij Haro, maar gewoon bij andere studenten ook aan het studenten begeleiden. Want zelf als leerkracht moet je ook echt een stapje terug doen. En dat is lastig, want er zijn natuurlijk momenten dat je denkt... hé, er gaat iets mis of hier wordt iets vergeten. En dan is het heel lastig voor jezelf ook als leerkracht om daar niks van te zeggen... maar je mond te houden en het gewoon even laten gebeuren. Want dat zijn natuurlijk vooral de leermomenten. Maar dat is tegennatuurlijk eigenlijk aan wat je wil doen als leerkracht. Nee, ons hele team heeft de cursus Mentor Plus gedaan... En daarmee dus op de hoogte eigenlijk wat belangrijk is voor goed begeleiden. Hoewel ik die Mentor Plus cursus ook veel breder vind dan alleen studenten begeleiden. Het is ook voor zichzelf van wie ben ik als begeleider. En dat kan begeleider zijn van studenten, maar ook de begeleider in de klas voor de leerlingen. Dus het, ook daar snijdt het mes aan meerdere kanten. Ja. Ik vind het ook heel erg leuk om mentor te zijn, want daardoor kijk je ook weer even kritisch naar je eigen les. En ik denk ook vaak terug aan opdrachten van de PABO. Het is natuurlijk nog niet zo lang geleden dat ik daar afgestudeerd ben. En als ik dan haar opdrachten hoor, dan denk ik weer terug aan mijn eigen tijd. En is het ook heel erg leuk als ik dan zie hoe opdrachten veranderd zijn of welke theorie zij krijgt. En dan wordt het bij jezelf ook weer even opgefrist.